Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik samen met Damien, hallo. En we spelen een nieuwe game, Dauntless. Ja. Waarschijnlijk hebben jullie deze game gezien op een livestream. Dat kan. We gaan het nu spelen gewoon als serie, denk ik, op de dinsdag. Ja. Jij bent lekker rond aan het springen. Ik vind het wel een leuk spelletje. Ja, als jullie dit schip nog niet hebben gezien, het gaat eigenlijk om monsters vermoorden. Ja. Gaat het eigenlijk om. We gaan dat zo allemaal doen. We hebben twee monsters die we gaan doen. We hebben de Shrike kunnen we doen. Mm-hmm. En we gaan de Skarn doen. Ja. Dus ik denk dat we die maar moeten gaan doen, hè? Zeker te weten. Nou, dan zien we jullie zo. Jojo. Daar zijn we dan. We komen aanvliegen. En ja, we gaan dan het. Oh, ik krijg een shoot ding of zo. Ja, dat is omdat je ding op je armor hebt gezet. Aha, dat wist ik niet. Dit is voor mij de eerste keer dat ik deze ga aanvallen. Voor Damien volgens mij, dit is al de. Nou, ik weet niet hoeveelste keer dat alweer is. Ontelbaar dat. Kijk, we hebben 30 minuten de tijd hiervoor. Dat maakt me wel bang dat er staat. Even kijken, we moeten. Voor alles hebben we 30 minuten dus. Oh, echt? Oh, oké. Okay. We moeten bloemetjes kan je verslaan. Dat zie je ook. Dat is leesbloem, dat zie je een beetje links in het midden staan. En daar kan je dan weer potions van maken. En potions zie je rechts onderin. En dan heb je HP potions, shoot potions, sneller attack speed, dat allemaal dat soort dingen. En ik moet zeggen, dit is wel een vette map is deze. Ik heb hem. Je bent aan het springen. Ik heb hem gevonden. Ik ben een beetje rond aan het hupsen, want ik zit in mijn eentje. Oh, hier zit hij. Oh! Er zat een gat in de map. Damien, er zat een gat in de map. Ja, er zit overal gaten, joh. Ja, er zat in één keer een enorm gat waar ik doorheen viel. Ik denk, ik spring daar bij jou naar beneden. Er zat er in één keer een gat. Maar dat maakt mij. Jezus. Ik hoor hem wel, waar moet ik heen? Naar boven. Ja, ik zie hem. Ik kan even vuurpijl afschieten. Midden in combat, even een vuurpijl afschieten. Ja, gewoon even op C drukken, kan toch wel? Nee, ik was net aangevallen. Hier, ik ben er. Holy shit, dit ding is. Oh mijn god. Dit ding is super groot. Holy shit. Even te mail plaatje hoor. Hoppakee, auw. Zo, maar hij is al bijna dood. Maar wat gebeurt als je dood bent? Nee, onze teammate is bijna dood, bedoel ik. Oh. Holy shit, dit ding is sterk. Oh, hij is dood. Hij is niet al dood. Ik ga hem reviven. Ja, is goed. Ik light hem al. En, gedaan. Auw. Ik heb hem afgeleid. Afgeleid. Ik moet even opstaan. Even kijken, 2 drukken, zodat ik speed attack ding krijg. Ow. Hakken. Maar ik doe echt bijna geen damage op dit ding. Ik heb wel. Ik doe eigenlijk 74, 6 soms. Maar dat komt omdat hij shoot ding heeft of zoiets. Ik doe heel de tijd 83. Maar hij heeft van die gekke steendingen om zich heen. Ja, je moet goed kijken naar zijn stenen. Want als hij, kijk, dat bedoel ik dus. Ja, nu moet je, nu kan. Dadelijk weer kijk, komen. Nu doe ik veel meer damage, nu doe ik 200 zoveel. Ja, nu neem niet meer. Zijn, dat was bijna de man. Kijk, zijn stenen kunnen zeg maar aan de linkerkant van zijn body komen, zoals nu. Oh ja. Ja, snap je? Oh, dit ding is vet. Aanvallen. En als de stenen recht komen, ja, recht holy aanvallen. Shit. Ik krijg gewoon 500 damage ineens. Oh, hij ligt. Ja, je moet ook proberen onder hem te komen. Ja. Als je onder hem komt, dan heb je zijn blote buik. Holy shit, ik wil niet weten hoeveel damage ik doe. Oh, ik heb bijna dood. Ik doe de hele tijd 83, soms 95. Oké. Okay. Nu komt hij wel aan de rechterkant of niet? Ja, dat dus. Ja, oké, okay, ik snap het een beetje. Oh, weg. Au. Hij ligt op mij. Oh, ik doe 161 damage doe ik nu. Oh, lekker. Ik doe 214. Oh, 203. Au. Oh, wat doet hij? Wat doet hij? Wat is hij aan het doen? Ja, dit is een tornado. Holy shit. Teammate gaat. Wat gebeurt er met teammate nu? Niks, die kan je reviven. En die blijft nu gewoon liggen. Ja, die blijft liggen. Ik heb hem al. Au. Dus dan moet hij mij dan ook weer hebben. Ja, nu moet je hem hitten.
Hakken, 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 hakken. Ja, ik ben even bijgeduwd. Ah, dat is wel een goeie, wacht even. 1. Dat doe ik zo wel. Oké, ik kan weer op Q drukken. Oké, okay, hoppakee, hakken, 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 hakken. Lekker, bezig jongens. Oh, ga weg. Oh. Oh nee, ik ben van de map af. Oh, vind je dat? Oh, ik ben daar ook vanaf. Hey Damien. Hey. Ja. Je moet die, ja, weet ik zo. Maar hij krijgt steeds minder steen of ligt het aan mij? Nee, hij blijft gewoon dezelfde steen houden. Hij blijft dezelfde steen houden? Ja. Oh, ik ben zoveel potions aan het gebruiken, dat is niet normaal. Eigenlijk heb ik pas 1 potion gebruikt. Oh, wat gebeurt er met hem nou? Oh, shit. Hij wordt nogal... Nu wordt hij boos. Nee, ja, dat zo'n gevoel heb ik. Oh, nu moet je naar midden of niet? Oh! Au. Hij schoot stenen op me af. Dat vind ik heel... Hij is in defense mode. Hij is niet... Oh, shit. Wat de hel komt er achter hem? Oh, weer? Waarom is je teammate weer dood? Hij is echt noob, jongen. Ik kan wel weer gespijzen. Als je nog bent, heb je ook 3 zelf syringes. Die kan je in jezelf steken dan. Au. En dan kan je jezelf overeind houden. Oh, zijn die dan niet bij hem op of zo? Weet ik niet. Je kan ze gebruiken, maar het hoeft niet. Ik ben zoveel damage op hem aan het doen nu. Ik ga weg. Oh, ik ben onder me gerold, wacht even. Ik zou weggaan, want als hij nu een klap uitdeelt, hij heeft 42. Hij is heel gevaarlijk nu. Oh, nu niet meer. Oh, weg. Au. Ik ben bijna dood. Bijna dood, kijk hoeveel AP je hebt. Oh ja, oh, ik keek naar jou. Ik ben bijna dood. Ja, jij zat onder mij. Okay. Oh, ik val weer naar beneden. Ik moet weer mijn even... Mijn Q is echt super chill. Mijn Q die een grapple koppen. Hoppakee. Wow. Oh ja, gozer, ik kwam via dat ding naar boven en ik land... Oh nee, nu gaat hij weg. Wat is dit? Ja, nu is hij weg. Nu moeten we hem weer gaan zoeken. Dus is hij nu op de... Als je kunnen zien, is de tijd nu ook weg. Oh, maar is hij nu op de helft of zo pas? Ja, weet ik niet. Hij is gewoon weg. Ja. Hij is gewoon weggegaan. Dus we moeten hem nu gaan zoeken. En de ene gozer is alweer bijna dood. Ik gebruik dit moment meestal een bloemetje ook. Ja, gewoon om te pakken. Ja. Oh, gevonden. Oh, waar... Oh, daar, ik kom eraan. Kijk, en dan heeft Damien net zo'n vuurbal gedaan en dan kan je daarheen lopen. Heb je fall damage? Nee. Oké. Okay. Oh, nog één. Kom maar aan. Even kijken, nog wat bloemetjes meenemen. Even nog healen erbij. Oh, ik kan hier stenen oppakken. Ja, die moet je oppakken inderdaad. Oh ja, wacht dan even. Ik kan hier denk ik koper oppakken, lijkt het op. Ja, het zijn Umani stones. Nee, Phoenix Opal heet het. Oh. Dat zijn andere stenen dan ik gewend ben. Ja. Oh lekker, ik heb een nul bijna. Oh lekker, ik kan je even een vuurding doen, want ik ben jou weer kwijt. Nou ja hoor. Oh hier is beneden, oké okay, ja. Oh nee. Ik ben er. Oh, wat is hij aan het doen? Oh wacht, ik wil er niet in rennen. Auw. Mijn poppetje rennen er gewoon volledig in. Ik ben half dood. Ik werd gewoon meegesleurd in die tornado. Shit, nee, ik zet mijn banner neer. Oh, dat is altijd handig. Ja, ging ongeluk. Oh, mooi ontweken Tijmen, mooi ontweken. Auw. Dat is gewoon pijn. Oh, weg. Nee, hij gaat niet omhoog. Ja, maar dan gaat... kan je hem op de buik raken. Oh ja. Dan doe je 400 per keer. Ja, merk je net. Oh, weg. Ja. Oh. Hey, hoezo lig ik op de grond? Kan toch? Even lekker hakken. Nou, ik heb weer mijn bliksemzwaard. Lekker. Oh, hij gaat... iets doen. Ik blijf de hele tijd aan de achterkant. Van, ja, ik ook. Ik me niet kan raken. Kijk, dat is dat dus. Dan komen ze stenen zo terug of niet? Ja. Oh, lekker. Hij is niet even zwaar. Ja. Au. Hij heeft volgens mij al best wel veel littekens. Hij zit op 29% van boosheid, toch? Of zoiets staat er linksbovenin? Of ja, rechtsbovenin bedoel ik? Gevaar. Dat is een gevaarheid. Als die over de 50 is, dan heeft hij bijna one shot. Oh, fijn. Zo, ja. Nu kunnen we damage doen. Nu moeten we damage doen. Ik zit vast in hem. Lekker. Oh nee, nu niet meer.
Hoppakee. Oh, ik zit in hem. Ah, lekker. Wat is dit? Auw. Ik ben echt bijna dood. Nee, ik heb minder HP. Ja. Ik ga even healen gewoon. Laatste potion gebruiken, hoppakee. Deze is echt heel moeilijk. Ja. Wacht maar tot die andere. Die is nog lastiger. Die is echt nog lastiger. Oh, ik ga weg. Fijn. Oh. Ik zei nog, ik ga weg. Oh, wat komt er nou weer aan de zijkant omhoog? Ik ben bijna dood. Oh, hij is weer boos. Hij gaat er ploffen. Nu is een andere teammate dood. Oh, hij gaat weer kaboom. Ik heb geen potion. Ah, hij is ook dood. Zijn ze ook dood? Ik geef jij hem? Ik geef 5 deze dan. Oh. Snel. Ja. Pas op. Ik heb hem gerevived hoor. Oh. Komt-ie weer? Oké, ja. Gaat goed nog. Gaat goed. Hij is wel boos. Ja. Oh. Hij zit wel dicht bij die gevarenzone, hè? Ja. Goh. 47, ik zit in hem. 48, oh. 48. Oh, uit. Volgens mij is hij wel heel veel littekens. En zijn start is er ook al vanaf volgens mij. Of heeft hij nooit een start gehad? Hij heeft nooit zo'n lange start. Kijk maar. Oh, ik doe mogelijk een vuurbel naar boven. Oh, weg. Au, te laat. Hoppakee. Oh, weg. Nee, je hoeft niet weg. Ja, maar gaat ze naar beneden knallen? Nu dus. Nee. Dat was een hit van die Adriaan nog wat. Oh, echt? Ja. Ik krijg ook gewoon, steeds dingen. Krijgen, dan wordt hij gestumpt. En hij is weer dood. Hij is alweer dood. Tuurlijk. Hij revived hem. De noob revived de noob. Yeah, let's go. Hij is dood. Skarn Selayne. Hoppakee. Deze 11 minuten duurde deze. Team rank B. Ja. Oh. Dat is niet heel goed. Je hebt dus B, A, S, S plus, S plus plus. Ja. Ik heb heel veel spullen erbij gekregen. Ik heb rock skill. Ah. Ja, bij mij valt het wel mee. Ik heb best wel veel dingen. Fijn. Oké. Dan gaan we even terug. Mensen, dan was denk ik dit de aflevering. Dan gaan we volgende week gaan we de andere. Even kijken hoe die heet. Hij heet de Strike. Gaan we doen aan volgende week. Ja. Die ziet er heel vet uit. Hij is wel moeilijk ook. Die is nog een stuk moeilijker. Hij ziet er ook een stuk groter uit. Hij is wel groot, ja. Hij is groot. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Te abonneren. En te reageren. En dan tot de volgende keer. Later. Yeah, okay. The white self life. We got London on the track.